Welkom bij een aflevering rondom de regio. En ik sta hier op een hele speciale plaats, want ik als kind heb altijd in een circus willen werken. En dan moet je je eigenlijk voorstellen, de gordijnen gaan open en iedereen die zegt van oeh, daar is hij, de wereldberoemde Ron Tjoerkes met zijn circus act. En we mogen vandaag een dagje meelopen met Circus Bellewien. Dus ik moet nog een paar dingetjes regelen. Dus dat is zaagsel, dat kan gewoon eruit, ja? Dan geef maar Uben direct, ja? Dus ik heb er zin in. Echt circus. Ja, een echt dierencircus zijn we hier beland in Udenhout. Ja, want als je hier echt rondloopt, het straalt gewoon echt circus uit. Ja, traditie getrouw is circus met dieren. En ja, wij zijn het grootste dierencircus van de Benelux. En wij hebben een grote varia aan dieren bij en ook heel veel dieren. Dus met veel dierennummers. Je staat nu in Udenhout, tot wanneer? Tot en met zondag geven wij voorstellingen. Morgen en vrijdag om 4:15 en om 7:00. Zaterdag ook 2 shows, dan om 3:00 en om 7:00. En zondag helaas alweer de laatste dag. En dan hebben we maar 1 show, die is om 2:00. En dan vertrekken we naar Dongen. Nou, als je hier bij de kameel staat, er is een hele nieuwe trend gaande. En dan kun je zien, bijvoorbeeld daar, die daar zit, die lichte. Die is al bij Dr. Schumacher geweest. En die heeft Dolly Parton model bovenop de rug zitten. En deze die hier staat, kijk, die moet nog. Die moet nog naar Schumacher. En die is ook een beetje jaloers op die. Want die ligt er echt parmantig bij. Kijk, daarachter. Oh, daar hebben we eentje. Als je die ziet, ook die witte. Achter deze, als je een beetje deze kant op komt, dan zie je hem daar. Nou, ik bedoel, die heeft volgende week een afspraak. Hè? En dan komen ze zo uit te zien, als een dier. Nou, hé. Hey. Dit is een heel dankbaar onderwerp. Kijk waar hier ligt, dan denk je van gadverdari. Maar je kunt er wel iets leuks mee doen. Opletten. Even een paar pakken. Hoppakee. Zo. Hoppakee. Let op. Dus ga een bos dropje. Nee? Gaan we even verder kijken. Hey Tjeerd, heb jij zin in een bosdropje? Nee. Mag ik pakken maar één? Nee? Oh. Nou, hoi. Heb jij zin in een bosdropje? Pak er maar 2 hoor. Jij? Nee. Niet? U mevrouw, een lekker bosdropje? Nee, nee, nee. Hier, voor jou een lekker bosdropje. Nee. Nou, dan niet hè. Merlie, ik ben bevoorrecht. Ja. Want ik mag met, of mee gaan repeteren. Precies, ja. Wat gaan we doen? Ja, we gaan even met de kamelen naar binnen. Als mensen, ja, we zijn voor de eerst vanavond in de show. Dus ik ben zelf heel nerveus. Maar we gaan gewoon rustig, eerst met die kamelen rustig. Dan sta ik op de kamelen. Ja. En dan, ja, je kan misschien helpen bij de paden of zo. Ach, wie zien wel. Precies, ja. Ja, kom op. Kom de Roon open. Jetzt komen de kamelen. Kom maar. Goed zo. Heel braaf. Denk dat ik maar een klein rolletje heb vandaag. Oh. Nou, Merlin, ja. Voor mij was een zeer klein rolletje weggelegd, heb ik eens gevoel, of niet? Ik mocht het gedaan open doen. Ja. Nog bedankt. Maar, ja. Je bent nog niet klaar. Oh. Je zult weer weg. Je moet eerst de werk klaar doen. Nog één rondje als we met de kameel lopen. Mag ik een rondje met ja, de kameel lopen? Ja, dat moet nog daarbij. Oh, dat was je vergeten te zeggen. Nou, loop maar mee. Welke zullen we nemen? Kan je alle met twee? Met die twee bulten of ja, met die twee bulten? Alle twee. Ik heb 4 bulten. Wat 4 bulten. Oké, okay, hoe moet 4 bulten in de hand. Oh, oké, okay. Dat is lang geleden. Allee. Hey, oké, okay. Kom op. Hoe wow. Heeten ze? Jasmin en Ivanka. Jasper en Ivanka. Kom op. Nee, nee. Ik heb het niet zo groot. Ze sabbelen niet aan mijn oor, denk ik. Hè? Hey. Ik heb ineens het gevoel dat drie koningen hier moet zingen. Nee, of niet? Kamelen zijn. Hé, oh. Hey, doe ik het goed met me? Ja, ja, perfect.
Zo. Kijken ze hem heel rustig mee. En ze kijken wel die kant op. Ze willen eruit. Hij zit er maar door. Prima. Ja, dat mag hij. Oh, wat gezellig, hè? Oh. Zo. Goed, en wat meisjes. Is... Gewoon hier uitlopen. Gewoon hier uitlopen. En dat nou, was wil jij dan voor mij een keer het gordijn open doen? Ja. Want hier is de welberoemde Roen Sjoerkes. In de circus. In de circus. Deze kant op. Ja, deze kant toe maar. Kom op, dames. Kom aan. Nou, als je hier rondloopt, dan heb je echt het gevoel dat je op het circus bent. Tussen de olifanten, tussen de neus. Lekker relaxed. Oh. Zeg Ron, ik weet niet waar je aan het doen bent. Je komt hier om te werken. Dan moet je ook wel even aanpakken natuurlijk, hè. Nou, dus, daar weg. Kom mee. Ja. Oh, is dit voor de cavia's? Ja. Oh. Dit is voor de cavia's. We krijgen zo'n ding open. Ja? Ja? Gewoon open scheuren. Ik ben helemaal onder de indruk van het circus in Udenhout. En hoe herkende Udenhout? Heel simpel. Daar gooien ze nog mee stront. En de volgende onderwerp waar we naartoe gaan, heeft alles te maken met dit. Daar gaan we nu naartoe. Bertje, kom op. Oh, daar heb ik ook zin in. Naar Eindhoven. Ah. Nou, vandaag iets heel speciaals rondom de regio, want ik sta hier in het centrum van Eindhoven. En van 5 tot 12 november is hier het festival Glow in Hartje Centrum. En 20 lichtkunstobjecten zijn hier te bewonderen. En ik kan er heel veel over vertellen, maar dat ga ik lekker niet doen. We kijken gewoon lekker naar de beelden. Toch staan op het terrein van de Technische Universiteit hier in Eindhoven. Waar eigenlijk omgeven is er allerlei techniek en Glow natuurlijk ook. Want als je ziet wat die beeldkunstenaars neerzetten, er is heel veel techniek voor nodig. En dan kwam ik iets tegen op internet voor de mobiele telefoon. Dat wil ik jullie niet onthouden. En dat is namelijk een app. En dat is deze app. Als je die downloadt op je mobiel, dan kun je een mondharmonica op spelen. Oké, komt die aan. Kijken hè. Ha ha.
Nou, als jullie deze app ook willen hebben, dan ga even naar de website en dan kun je hem gratis downloaden. En het is echt een must have. Dit was Rondom de Regio voor deze week. Ik ben echt onder de indruk. Gaaf. Tot volgende week. Gaaf, Bertje. Okay.